Welkom uh, bij deze tutorial. Wat we gaan doen uh, vandaag is we gaan uh, een soort van draaitafelspel maken. Nou, je ziet het hier al een beetje. Het is een uh, spelletje waarbij we de tafel kunnen bewegen en waarbij we de bal de ju het juiste pad zo snel mogelijk af moeten laten leggen. Zeg maar. nou, laten we even starten. Dus deze. Is die. Ik heb met mijn pijltjes toetsen kan ik dan die tafel bewegen en je ziet dat die, dat die bal gaat rollen. Nou, dit is wat we gaan maken, en uh, er zitten best wel wat leuke basics in. Ik probeer hem ook uh, hier en daar zoveel mogelijk uit te leggen, ook weer niet te veel. Uh, dit is echt een optie om, uh, om uit te breiden met allerlei toffe dingen, natuurlijk. Maar we gaan het simpel proberen te houden. En ik ga proberen dit precies na te maken, want dit heb ik voorbereid voor jullie, natuurlijk. Dus deze stoppen we. Ik heb een, uh, een nieuw project uh, klaar staan waar we mee aan de slag gaan, een leeg project. Dat zie je hier. En uh, ja, heel even in het kort, aan de linkerkant in de hi hiërarchie, trouwens als je dit niet zo ziet als ik het nu heb, kun je naar een Window gaan en dan bij Layouts kun je kiezen voor Default. Dan komt hij eigenlijk op deze manier uh, naar voren. Dus dat is op zich wel even goed. Nou, als je hier dan zit, dan zie je dat je hier je hiërarchie hebt. Hier komen al je onderdelen te staan die in je scene zitten, in je, in je, in je filmset zou ik maar zeggen. En je kunt ook verschillende sets bouwen, moet je je voorstellen. Eentje in de stad, eentje in de natuur. Nou, zo bouw je dat hier ook. En als je dan in een spel zit, dan kun je ook van de ene naar de andere plek toe gaan. Zie je het als, als levels. En uh, een manier om niet alles in één keer te hoeven laden, natuurlijk. Nou, daarnaast, uh, wat hebben we nog meer? Als ik hier iets aanklik, bijvoorbeeld die main camera, de, dan zien we de viewport van de camera. Dus we zien eigenlijk wat we zien. Nu is het een beetje, ja, een beetje kaal. Maar uh, uh, zometeen gaan we vanzelf zien als we de onderdelen inzetten dat je die ziet en dat je hem daar ook op af kan stemmen. Nou, elk object heeft, uh, heeft eigenschappen en eigenlijk uh, is dat per object wel, uh, wel verschillend. Maar wat alles wel heeft, wat in de scene staat, is een transform. En de transform dat is uh, zeg maar de, ja, de verplaatsing en die heeft een positie, rotatie en een verschaling. Dus die gaan we ook manipuleren als we die tafel die gaan we aanpassen. Als we die tafel gaan willen be laten bewegen. Gaan niet te dieper op, allemaal op ingaan verder. Uh, goed om te weten, dus hier doen we de instellingen. En uh, hier staat eigenlijk alle extra bestanden die we aanmaken voor, uh, voor het project. Nou, de bedoeling is hier zo netjes mogelijk te werken. Vind ik zelf altijd een uitdaging. Gaat het wel weer proberen. En uh, dit is gewoon een folder op je harddrive. Dus als je daar naartoe zou willen, je hoeft niet hoor, normaal gesproken, maar kun je gewoon rechtermuisknop op doen en dan show in explorer. En dan laat hij uh, het pad zien waar de bestanden staan. Nou, let's get started. We gaan eerst een 3D object maken. Dus uh, maak een cube. En als ik die neerzet, ik laat de naam even zo. Als ik die neerzet zie je dat hij dus ook weer uh, nou, die, die verplaatsing heeft, die transform. Ook een mesh filter. Daarin uh, kun je eigenlijk de mesh selecteren die je wil gebruiken. Nou, er staat Standard een Cube in. Dat dus zijn een paar primitieve vormen. Vaak gebruik je andere programma's weer om uh, ja, die hele mooie uh, meshes te maken. Die mooie vormen te modelleren eigenlijk. En we hebben een renderer. En die renderer, daar kun je allerlei instellingen doen hoe je uh, zeg maar, uh, naar die mesh wil kijken. Um, en daarin zit bijvoorbeeld een van de dingen is het materiaalsoort. Nou, dat gaan we zo meteen ook ervaren. Cube, we willen eerst schalen. Schalen kun je met deze knopje hier bovenin doen. Hier heb je skill en die komen overeen met je toetsenbord. En wat je dan kan doen is de W, de Q in dit geval is de hand tool. Dan krijg je de W, uh, is verplaatsen, roteren en verschalen. Nou, je ziet in je, scene, in je scene, view, zie je ook dan uh, de, de iconen eromheen veranderen. En uh, ik gebruik dit best wel veel, dat is best lekker. En helemaal als we de snapping tool ook aan hebben staan, dan is dat helemaal wel fijn. Um, deze cube die uh, ga ik verschalen. Ik kan dat doen hier. Dus ik kan uh, naar hier gaan en ik kan hem dan gaan verschalen. Op zich is dat best wel makkelijk, maar als je echt weet wat het wil worden, dan kun je ook gewoon de inspector gebruiken. Dus ik wil nu, uh, ik wil hem maar 10 bij 10 hebben en 1 uh, en dik. Dus ik kan hier die schaal aanpassen. Nou, hier zie je de, het assenstelsel x, i en z. Nou, die komen overeen met x, i en z. Dus als ik hier 10 doe, dan pak ik volgens bij de Z ook 10. En dan uh, zie je dus dat ik, uh, dat ik dit heb geleerd, wat ik uh, ga doen is ik wil hem een, een kleur geven, een mooi materiaal. En daarvoor maak ik eerst hier een nieuwe folder aan. En die noem ik. Materials. En vervolgens ga ik daarin en hier maak ik een materiaal aan. Dus create material zit er ergens tussen hier hebben. En die noem ik nu even green. Of groen, laat ik het gewoon even proberen ook Nederlands te houden. Groen. Als ik dat heb gedaan, dan kan ik ook dat aanklikken. En dan komen hier ook uh, alle settings die ik kan doen aan de rechterkant in die inspector terecht. Een van de dingen die ik nu wil doen is. Hier wil ik een, eigenlijk een groene kleur kiezen. En ik kan natuurlijk zo op zoek gaan naar een mooie groene kleur. En dan zie je ook die RGB-waarde allemaal verplaatsen. Maar wat ik ook kan doen, en dat is best wel leuk, is ik kan dit pipetje gebruiken om een kleur ergens van je scherm af te pakken. Nou, ik vind die groen van mijn eyas best wel mooi. Dus ik pak het pipetje en ik ga naar die eyas toe. En ik kies hem daar. Maar als je dus bijvoorbeeld een color palette hebt waar je vandaan wil werken. Dan kan het super handig zijn. Nou, je ziet gelijk ook dat hij die kleur krijgt. En dat ik die groen kleur hier vandaan uh, wil ik nu op mijn model hebben. Als ik mijn model nog een aanklik zie je dat hij hier dus dat standaard materiaal gebruikt. Dus ergens in Unity zijn een standaard materiaal. En uh, op het moment dat ik hem een kleur ga geven dan zal je zien dat ik uh, daar ook wat mee kan. Want dit is nu grijs. Ik kan dat niet aanpassen. Zometeen als ik hem die kleur heb gegeven, wat ik even zal doen. Ik sleep hem erop. Zie je ook gelijk die preview bam. Nu heeft hij die kleur. En nu zie je ook dat ik deze settings kan veranderen. Maar als ik die settings verander, verander ik wel het materiaal. Hè? Verander ik het bestand op je harde schijf, zeg maar. Dus als ik dit, deze groene kleur ook op andere plekken gebruik, verander ik deze kleur. of Dit materiaal veranderen dus ook die andere objecten. Hou dat even in de gaten. Wat, ga, wat wil ik nu doen? Ik wil uh, die randen hier uh, bovenop gaan maken. Dus wat ik doe, is ik maak een uh, nieuw object aan, in dit geval weer een cube. En ik had nu die tafel geselecteerd. En wat er dan gebeurt is, dan maakt hij die andere cube aan binnen die tafel. Nou, dat is op zich best praktisch. Uh, want als ik dan die, uh, dat tafelblad ga bewegen, zo meteen, en ga verdraaien of ga verplaatsen, dan gaat de rest, alles wat eronder zit, gaat mee. Um, ik zal dat zo meteen nog wel eens even een ander voorbeeldje ook verder laten zien. Deze cube wil ik dat hij naar boven komt. Ik heb dus die snapping aanstaan. En als ik hem nu ga verplaatsen, dan kan ik hem natuurlijk zo verplaatsen. Oké. Okay heb ik nou gedaan? Ik heb denk ik Ctrl D gedaan per ongeluk. Want je ziet hier nu dus dat hij die, die settings helemaal over heeft genomen. Dus deze ga ik heel even weg doen. En ik ga hier nog een nieuw cube maken. Ah, is wel interessant. Als ik hier een nieuw cube maak. Aha, uh -huh. dat wist ik niet eens. Dat is best tof. Als je dus een nieuwe cube maakt op een bestaande cube. Dan neemt hij gelijk al die settings over. Dus ook de grote. Kan best wel heel praktisch zijn. Maar in dit geval dacht ik even wat gebeurt hier. En dat zullen jullie ook best nog heel vaak meemaken. Ik uh, speel best wel lang met Unity. Maar ik had dit, uh, dit wist ik eigenlijk nog niet. Deze cube hier. Uh, kan ik dus verplaatsen, zoals ik al zei. En dat verplaatsen, dan zie je eigenlijk dat hij daar tot twee cijfers achter de komma in de i, in dit geval, verplaatst. Op het moment dat ik dus control ga gebruiken, dan gaat hij snappen. Maar wat je ziet, is hij snapt nou wel mooi, dat is leuk. Maar hij zit niet meer lekker, zeg maar, op een vaste waarde. Dus voordat je goed, wil kunnen, goed gaat snappen hiermee, moet je hem eerst altijd eventjes op 0 zetten. Dat kan, handmatig. Je kunt ook hierboven resetten. Dan gaan ze ook altijd naar het nulpunt toe. En als je daar vanaf hier zeg maar, met je control toets in beweegt, dan zie je dat hij wel mooi snapt op de waarde. Nou. In dit geval ga ik hem even scalen in de z-richting. Ik kijk gewoon eventjes naar de, de richting van de pijlen. Dus ik weet in de z-richting ga ik hem naar 10 zetten. En dan. Kan ik natuurlijk op deze manier hem op zijn plekje gaan zetten. Maar het is wel veel handiger als ik dat even van bovenaf doe bijvoorbeeld. Want dan hoef ik nog maar met twee richtingen rekening te houden. Dus als ik dat wil doen, dan kan ik hier op de i-as klikken. En dan kijkt hij van bovenaf. Als je dit aan het doen bent, wat je nu ziet is dat hij perspectief heeft. Dus hij uh, probeert het uh, in perspectief te doen. We kijken precies van bovenaf, dus dat geeft een beetje vreemd beeld. Maar je kunt dus hier op dit... Blokje klikken waardoor eigenlijk je wisselt tussen wel en geen perspectief. En in dit geval is het om het eventjes zeg maar op orde te brengen fijner als we geen perspectief hebben, vind ik. Nou, deze balk die wil ik opzij schuiven, dus ik gebruik Ctrl weer in en ik schuif hem zo naar het randje toe. Dan, um, ja, je zal ook zien, je bent continu eigenlijk wel aan het draaien. Dan heb ik die hier staan, maar ik vind dat wit, dat vind ik niet zo mooi. Dus wat ga ik doen? Ik ga deze gelijk nieuw materiaal maken. Nieuw materiaal. En die noem ik bruin. Oké. Lekker Nederlands. En ik pak een bruine kleur die mij wel aardig lijkt. Ik vind dit wel. Een beetje roodbruin. Zo mooi. Iets bruiner. Een beetje houtie, houtkleur voorstellen. Ik altijd nog veranderen en die sleep ik dus op dat materiaal. Het Ziet er eigenlijk niet uit, het is bijna rood. Kijk, dit is ook wel mooi. Hè. Nu heb ik hem dus op zitten en nu kan ik dus die kleur aanpassen en zie ik het gelijk ook gebeuren. Ik vind dit wel beter. Nou, even weer van bovenaf kijken. Ik wil deze ook uh, uh, zeg maar aan de andere kant hebben en we moeten zo even een parcoursje maken. En dan is er wel, uh, het volgende wel best wel makkelijk te doen. Je kunt namelijk met Ctrl-D. Ik dacht dat ik dat in het begin had gedaan, kun je een onderdeel dupliceren. En okay, zeg maar een soort van copy-paste doe je dan eigenlijk. En dat wil ik in dit geval ook doen. Dus ik doe Ctrl-D. En dan heeft hij een tweede cube gemaakt hier, of cube tussen uh, zaakjes 2. En als ik die ga verplaatsen hier, zie je dat die over elkaar zaten. ik nou, kan die natuurlijk heel makkelijk naar de andere kant slepen en die neerzetten. Dan pak ik er nog eentje, nog een keer uh, zeg maar dupliceren met Ctrl D. Doe ik dat die sleep ik even naar het midden en dan wil ik hem roteren voor het roteren. Druk ik de E in op mijn toetsenbord, hou ik weer Ctrl in en dan zie je dat hij in vaste stappen kan roteren. Nou, dan wil ik hem nog even iets kleiner scalen. Je ziet dat hij eigenlijk twee units kleiner moet, dus hij is nu 10, dus ik maak hem even 8. Dan valt hij er precies tussen. En ik gebruik W om uiteindelijk dit onderdeel naar boven toe te verplaatsen. Weer Ctrl D. Even iets naar beneden. En ik maak hem een stuk kleiner. Ik maak hem bijvoorbeeld 4. En ik verplaats hem. En zo zie je eigenlijk dat je die. Uh, en met dit kun je dus blijven doen. Dat je vrij makkelijk op deze manier in staat bent om een uh, level te bouwen. Deze pak ik even op, zet ik even hier naar beneden. Je ziet nu, pak ik hem op dat vlakje en dan kan ik hem in twee richtingen tegelijkertijd verplaatsen. Ik wil dat die hier 6 is. En ik sleep hem iets opzij, dus dan hebben we al bijna die vorm die we net ook hadden. Deze iets naar beneden maakt het ietsjes lastiger. Zo, en dan had ik hierboven volgens mij nog eentje. Hij komt niet heel heel nauw natuurlijk, het gaat om principe. En dan uh, sleep ik die eruit. Roteren we die nog eventjes. Had die, hij tjup. En we maken hem wat korter. Slepen. Pak ik hem dus op dat vlakje. Denk ik dat het een beetje lastig wordt om daar net een balletje tussendoor te krijgen straks. Dus ik doe hem zo. Mooi. Tafeltje gemaakt. Nou, je kunt je eigen fantasie natuurlijk gebruiken. Ik hoop dat je dat ook, uh, ook doet. Mijn um, tafel is klaar. Nou, wat is nu echt super fijn om te doen? Is dat als we nou zo meteen die onderste tafel gaan bewegen. Dus ik heb hier die cube. Dus die ga ik zo meteen gaan we die noteren. Dan zie je eigenlijk dat als ik dat nu doe. Gaat die door alles heen? Nou, het zou echt totaal niet te doen zijn als je dus al die blokjes allemaal zou moeten bewegen. Er is een heel makkelijke oplossing voor, want op het moment dat we deze cubes allemaal slepen onder deze cube, dan zijn ze nu vanaf nu af aan zijn ze afhankelijk van hun parent, zoals dat heet. Als ik nu die tafel ga bewegen, dus ik pak ik hier die rotatie op. Zie je dat alles wat erboven ligt gewoon netjes meegaat. Dus we hebben nu eigenlijk in, uh, in notime die, uh, die tafel al in elkaar gezet. Um, laten, we daar, uh, laten we daarmee verder gaan. Laten we kijken of we die tafel ook kunnen bewegen. En dan zullen we wat moeten gaan scripten. Dus we zullen een klein programma moeten schrijven die dus die onderste tafel. Be, zal uh, beïnvloeden tijdens uh, dat we op play hebben gedrukt. Dus als ik nu op play druk, dan zien we eigenlijk dat de camera die staat een beetje vreemde hoek, zullen we zo ook even aanpassen. Maar er gebeurt nu niks, je kan niks doen, dus uh, nu is er nog, uh, nog weinig aan. Nou, eerst die camera even regelen. Als ik de camera aanklik, had ik al gezegd, denk ik dat je hier de, de view hebt, hoe die staat. En dat als ik de camera qua positie verander, zie je ook die view veranderen. Dus we zullen eventjes een beetje moeten spelen dat hij uiteindelijk op een, uh, op een goede manier komt te staan, zodat we daar tevreden mee zijn. En die krijg je ook vaak door hem iets te draaien. Ik vind het altijd wel fijn om zoveel mogelijk met een beetje vaste waarden uh, te werken. We gaan hem roteren. En daar verpak ik hem hier weet en dan uh, ontstaat hier best wel aardig beeld. We kunnen die camera altijd nog, uh, nog verder aanpassen. Als ik nu op play druk, in ieder geval, dan zien we dat we nu die tafel best wel fraai in beeld hebben. Mag nog wel iets meer van bovenaf. Dus pak hem eventjes op. Zo, dat is wel mooi. Nou, nu gaan we aan de slag met Script. Dus we gaan naar de asset folder. Ik maak hier nog een nieuwe folder aan. En die noem ik scripts. En daarin maak ik dan mijn eerste script. Een C-sharp script, want we zitten in C-sharp. En de naam die je hier invult, uh, je kunt hem wel aanpassen later. Maar het is op zich wel handig dat je het gelijk goed doet, want dat voorkomt uh, wat gedoetjes. Ehm, um, nou. Ik noem hem table control, denk ik. Als ik hierop dubbel klik. en ik ga er even vanuit dat je al wat met Unity gedaan hebt. maar dan opent hij de, zeg maar, de omgeving die je eraan gekoppeld hebt. En dat maakt in principe niet zo heel veel uit. waarmee je werkt, want zeg maar, het script is uh, verder hetzelfde. Ik heb hier nu Visual Code staan. Maar nou, ik, ik maak ook best wel veel gebruik gewoon van Visual Studio. Um, ik vind deze beide best wel prettig. Ik ken dat uh, uit het verleden ook wel. En het is wel fijn uh, om uh, zeg maar een goede intelligentie te hebben, dat die dit allemaal netjes voor je aanvult. Dat scheelt een hoop foutjes. Nou, heel even kort, wat zien we hier? Um, we zien hier bovenin in, in dit C-sharp script using. Er zijn heel veel programmeerbibliotheken eigenlijk. En, en die kun je allemaal uh, gebruiken. En op het moment dat hierboven using staat, betekent eigenlijk dat je zegt van oké, okay, ik wil deze Unity Engine bibliotheek gebruiken. En um, dat betekent dat je niet elke keer Unity Engine ervoor hoeft te typen. Ook als je hem ook echt gebruikt, dan is die ook dikker gedrukt. Deze twee hierboven, die zijn ook zeg maar geladen. Maar gebruiken we niet en daarom zijn ze dus lichtgrijs of lichtgroen in dit geval. Wat zien we dan nog meer? Dan zien we eigenlijk public class, table control en dan dubbele punt, mono behavior. Um, om niet heel diep in te gaan zeg maar, op object programmeren, wat er is gedaan is er is een object gemaakt... Uh, waarmee, we waarmee we kunnen werken, die al heel veel eigenschappen heeft en heel veel functies. En die eigenschappen en functies, zullen we straks ook zien, die kunnen we gewoon aanspreken, aanpassen, et cetera. En dat, uh, dat wordt geladen eigenlijk door die dubbele punt Mono Behavior. Dus daarmee zeggen we: Oké, okay, je moet alle logica en alle functies en opties van Mono Behavior overnemen. En nu gaan we ons eigen stukje code erbij typen. Nou, dan laat die standaard twee dingen. Want je moet voorstellen, je hebt in Unity, draait gewoon een soort van loop continu die allemaal stappen afgaat. En uh, uh, een van de stappen is bijvoorbeeld de stap start. Dus uh, bij de stap start, dat uh, is dus als je de scène voor, voor het eerst start, of het programma voor het eerst start, dan kun je daar bepaalde dingen doen. Een andere is update. En de update is elke keer als je beeld ververst, dan komt deze weer langs. Zo zijn er uh, talloze uh, uh, events eigenlijk in Unity, zoals we dat noemen. Dit is een gebeurtenis in Unity waar je ja, eigenlijk je eigen stukje koning kwijt mag. Nou, dat is voor nu denk ik het, uh, het handigste om te weten. Um, void betekent eigenlijk uh, leegte. betekent niks. Dus dit is op zich is een functie, wat je hier ziet. Hierboven is een klas. Dus de, de hele klas, daar zitten allemaal functies in. En dit is een functie. En die functie zegt eigenlijk: met void zegt oké, okay, dit doet iets, maar het geeft je niks. Het geeft niks terug. Dus als je, kun je zo voorstellen: je kunt uh, allerlei functies maken. En een uh, functie kan bijvoorbeeld twee getallen optellen. Dus dan, dan heet het uh, void uh, add two numbers, of uh, tel twee getallen op. En dan kan je dus 2 uh, plus 3 doen. En dan kan die bijvoorbeeld ergens printen, zeg maar in het scherm, dat het 5 is. Maar als je nou ziet, zegt van, ja, dat wil ik niet, ik wil dat je mij het antwoord teruggeeft, dan uh, vertellen we eigenlijk aan zo'n functie dat die uh, middels een int, een integer, dat getal ook teruggeeft. Dus dat is een beetje het idee. Dit is een, is een soort van lege functie. Hij geeft niks terug en dat betekent void. Void start, kunnen we zaken regelen, uh, hoeft nu niet en we hebben void update. We gaan het super basic houden. Elke update dat hij er langskomt, willen we eigenlijk dat hij even controleert of er niet bepaalde toetsen ingedrukt zijn, zodat we uh, zeg maar die tafel kunnen laten bewegen. Nou, hoe doen we dat? Daarvoor gebruiken we de if-statement. Dus op het moment dat ik hier begin te typen, typen met if. Dan kan ik twee keer tap doen. Bijna. Dat dacht ik, om de code te gebruiken. Nou, dit is die tweede dus. De if statement zoals je hier ziet, uh, betekent eigenlijk als dit dan dat. Meer is een if statement niet. En hoe doe je dat in, uh, in C Sharp? Als datgene wat tussen die haakjes waar is, dan moet je datgene wat tussen die accolades hier staat uitvoeren. Dus wat willen we checken? We willen kijken of een bepaalde toets ingedrukt wordt op het toetsenbord en dan willen we iets doen. Nou, om dat te doen kunnen we zeggen als de input, en dat komt dus ook uit die bibliotheek van, uh, van Unity.getkey, ik gebruik tab om hem af te maken. Als de input.getKey gelijk is aan een bepaalde waarde. Dus hier kunnen we dan keycode typen. En dan zag je eigenlijk al heel veel. Als ik op punt druk hier. Dan komen eigenlijk alle toetsenbordmogelijkheden die, uh, die erin zitten. Uh, die uh, die in, uh, op je toetsenbord zitten. Komen voorbij. En ik wil nu de left arrow key hebben. Dus ik begin te typen met left arrow. Dus die kies ik. En dat is ook eigenlijk wat ik zeg, dus als dit waar is. Dan moet je iets doen. Nou, super tof. Wat willen we dan doen? Dan willen we dat hij die, dat die, die tafel gaat bewegen. Nou, gaan we eens even kijken. Ik ga zo in dit script aan die tafel hangen. Dan ga ik even terug naar Unity. Die tafel. Daar wil ik dus van dat hij die, die rotatie wijzigt. En in dit geval wil ik ook nog eens eigenlijk dat hij. Even kijken. Als ik hem zo heb, dan wil ik dat hij over de z-as draait. Dat vind ik belangrijk voor nu. Dus kijk heel eventjes in de game view. Heb ik hem zo staan, dus ik hou hem ook heel eventjes zo. Als ik hem zo heb, wil ik dat hij over de z-as gaat draaien. Als ik dus de linker pijltje toets moet hij linksom draaien, pijltje moet hij rechtsom draaien. Nou klinkt dus een plan. Dus ik geef het terug naar de code en ik ga dus uh, opzoek naar die transform. Omdat ik dus in die MonoBehaviour object zit, is hier ook direct een transform beschikbaar. Dus ik kan gewoon transform intypen en dan punt. En in dit geval wil ik hem eigenlijk roteren. Dus ik kies, ik begin gewoon te typen met row en dan zie je daar rotate staan. Dus dit is de functie om te roteren. Doe ik een haakje openen, want op die manier geef ik altijd mijn argumenten mee. En er zijn er vaak heel veel verschillende mogelijkheden om invoer te doen. Um, maar als je daar doorheen bladert, en ik blader nu met deze pijltjes toetsen doorheen. Dan zie je ook dat hij op een gegeven moment hier bij een float angle komt. En een, een x en y en een z. Nou, in dit geval wilden we over de x-as draaien. Dus we gaan daar uh, mee aan de slag door een floatwaarde in te vullen. En een float is eigenlijk een, een waarde die ook achter de komma mag. In dit geval wil ik zeggen: ik wil hem verdraaien en ik wil hem eigenlijk 1f verdraaien. Daarmee noteren we dat het ook echt een float is. En ik wilde dat die uh, in de i en in de z niet verdraait, en een regel. Uh, afsluiten. Dat doen we in C sharp met een puntje komma. Op deze manier. En dan is mijn eerste stukje code klaar. Dan wil ik dat eigenlijk gelijk gaan testen. Dat is wel iets wat ik zelf heel veel doe. Dus gewoon iets maken, testen, maken, testen. Zodat je een beetje gevoel houdt. En als je echt precies weet wat je aan het doen bent, dan kun je wat langer eerst code kloppen om het dan te testen. Maar helemaal in het begin uh, uh, vaak heen en weer gaan is echt wel, uh, wel prima. Als ik terug ga, dan zie je ook dat hij even die scripts inleest, Hij controleert ze ook gelijk of ze goed zijn. Maar op het moment dat ik nu start, gaat er nog niet veel gebeuren, omdat dat script helemaal nog niet aan die tafel hangt. Dus dat ga ik eerst regelen. Pak hem op en ik laat hem los hier op die cube. En dan komt hij hier tussen te staan boven de material. Ik kan hier vandaan straks ook uh, dubbelklikken op het script om daar te komen en dan bijvoorbeeld weer te openen in mijn editor. Nou, we gaan hem eerst eens dus starten, kijken of we. Uh, al iets voor elkaar hebben. Dus uh, linker pijltje toets Woe, zien we gaan dan? Dit uh, gaat ten eerste de andere kant op dan ik had verwacht. En ten tweede gaat hij, zeg maar, veel te snel. Nou, beide dingen die gaan we oplossen. De eerste is heel makkelijk, want ik had uh, per ongeluk de x gepakt. Terwijl ik de i of de z zei dat ik zou doen. Dus die kunnen we gauw fixen. En, uh, en dat draaien, dat is een interessant dingetje. Want hij zal bij jou misschien net iets harder of iets langzamer draaien dan bij mij. En dat komt omdat we geen rekening houden met de verversing van het scherm. Hoe zit dat nou? Dan eens eventjes terug naar Visual Studio. Oh, dat is mijn speakbriefje. Daar is die. Dus ik heb hier die transform. Allereerst gaan we eventjes deze op 0 zetten en gaan we gauw naar, het, naar de z toe. Dan hebben we hem in ieder geval om de goede as draaien. Maar een van de dingen is dat um, die update, omdat die in een soort van loop zit, wordt die aangeroepen zo snel als je computer is. Dus als je een snelle computer hebt, wordt die ook heel vaak aangeroepen. Als je dan gewoon steeds 1 in blijft voeren, dan gaat die gewoon, ja, in mijn geval, best wel snel. Als ik dat niet wil en ik wil eigenlijk van nou. Ik wil dat je rekening houdt met de tijd. De tijd die er tussen die frames in zit. Ik wil dat je dat verrekent. Daar hebben ze een hele mooie uh, methode voor. Dan kan je die snelheid waar je mee wilt draaien. Kun je maal de time.delta-time doen. maal time, oh daar komt ie, punt delta time ja en wat hij nu doet is hij doet het verschil tussen de frames, verrekent die doordat ik het vermenigvuldig met die snelheid. En als we nu nog een keer zouden kijken even naar de, de Unity zelf, even klein maken Dan gaat hij hem even reloaden en ik start hem. Dus als het goed is gaat hij nu een goede as draaien. Je ziet dat hij veel langzamer draait. Misschien draait hij wel veel te langzaam nu. Maar houd nu tenminste rekening met de, met de verversing van het scherm. Nou, ik kan alleen nog maar naar links. Dus we gaan eens even gauw regelen dat we ook, uh, ook de andere kant op kunnen. Nou, gaan we terug naar onze script toe. En daar, zien we, daar hebben we hier die 1F staan. Nou, om. Eerst maar eens te zorgen dat we de andere kant op kunnen, kunnen we twee dingen doen. We zouden dit nog een keer kunnen schrijven en dan voor de rechterpijltjes doen, maar we kunnen ook zeggen, wat beter is in dit geval denk ik, is dat we zeggen als je deze doet moet je, hè, dus deze knop moet je naar links draaien, maar als je een andere knop doet moet je naar rechts draaien. En als je dat op die manier doet kun je niet allebei de knoppen tegelijkertijd indrukken, terwijl dat we dat wel willen dat we als we over de andere as gaan draaien. Goed, Als je daar zelf nog verder mee wil uh, experimenteren, kan dat natuurlijk. Maar ik type hier nu else if. En uh, ik open een haakje. En ik sluit hem gelijk af met die accolades. Zelf vind ik het fijn om dat wel even op de volgende regel te zetten. Maar hierin ga ik dus eigenlijk gewoon nog een keer doen wat ik erboven heb gedaan: input. Punt, get key down Of getKey. Uh, Right arrow, oh, haakje openen, keycodes, punt, right arrow. Dus nu ga ik checken. Is die ingedrukt? En dan wil ik eigenlijk deze regel kopiëren en hier plakken. En het enige wat ik nu wil doen is, ik wil niet dat hij, als ik dus 1 doe, gaat hij dus links omdraaien. Als ik hier een minnetje doe, dan gaat hij dus die andere kant opdraaien. Nou, hier zie je eigenlijk al gelijk één heel mooi dingetje wat je, wat je niet wil. We hebben hier eigenlijk een soort van snelheid. En als ik die wil gaan veranderen, dus de, de rotation speed, dan, dan zie je dat ik dat straks overal moet doen. Nou, dat wil je ten alle tijde voorkomen. Dus je wil ervoor zorgen dat er een waarde is binnen deze klas die dat in één keer kan regelen. Die kan ik hierboven gaan declareren. Dus uh, uh, rotation speed. Die wil ik gaan gebruiken. Even klein lettertjes. En dat is van het type float. Want dat had ik net gezien. Dus ik ga een float gebruiken. Een float, hè, dat is dus uh, zeg maar een, uh, met een getal achter de komma. En om dit af te sluiten. Uh, zou ik een puntje komen kunnen doen, maar ik wil hem ook gelijk een waarde geven. Dus ik geef nu de waarde 1, zodat ze het dan gelijk houden. En ik doe hem zo afsluiten. Die rotation speed, die pak ik even op. En die zet ik hier in. En die zet ik hier in. Niet het minnetje pakken. Hierin. Nou, nu heb ik dus naar links en naar rechts kan ik hem draaien met een rotation speed van 1. Even checken of dat nog werkt. Opslaan doe ik met Ctrl-S vaak. En nou, we gaan hem even kijken weer. Linksom gaat het wel een beetje traag. En rechtsom. Nou, Nu komt er een volgend dingetje wat, uh, wat leuk is. Want ik wil ja, een beetje spelen met die snelheid. Om te kijken wat is nou een fijne snelheid om te kunnen draaien. Maar dan zou betekenen dat ik elke keer in mijn script moet om dat te veranderen. Is ook een makkelijkere manier. Want je kunt namelijk deze waarden zichtbaar maken in Unity. Een van de meest makkelijke manieren is, is dat je een public maakt. Maar dat is niet, uh, eigenlijk niet per se de bedoeling. Want als je een public maakt, nou goed, dat is een heel verhaal met waar een uh, variabele vandaan aangesproken mag worden. Maar dan is die ook beschikbaar voor alle andere klasses. Die, uh, waar je mee wil doen. En dat is niet altijd het geval. En je kunt daarvoor een uh, keyword gebruiken. En die heet Serialize Field. Als je dat doet, dan wordt die geladen in de inspector. Nou, er zijn nog een aantal andere keywords, maar deze is, uh, ja, komt veel voor. Dus die sla ik op. En dan zal je zien dat als ik nu op die cube ga staan, dat ik daar een rotation speed in de inspector heb staan. Nou, dan ga ik die eens de 5 zetten. Om te kijken wat voor effect dat heeft. Een play. Oh. Hij was nog uh, niet aan. Dus ik denk dat hij nu weer daarop staat. Nu staat hij aan. Dat is ook iets interessants. Kijk, ik kan nu verplaatsen. ergens langs. Dan kan ik zeggen, nou, ik wil eens dus even hier een beetje die snelheid opvoeren. Terug naar mijn scherm. Even kijken. Ja, dit begint er al meer op te lijken. Ik denk dat ik gewoon wel naar 10 wil. Even checken. Ja, 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 dit is wel al lekker, maar misschien mag hij nog wel wat sneller. Maar je ziet dat er kan je mee spelen. Maar, één van de dingen. Als je waardes verandert, terwijl je uh, de game gestart hebt, zeg maar. Dan onthoud je die niet. En uh, ja, er zijn methoden om nu dan die waardes bijvoorbeeld hier te kopiëren en later weer te plakken. Maar onthoud, ja... Hij bewaart ze niet en, en dat is zodat je kunt experimenteren, je kunt prototypen, maar het is gewoon wel de bedoeling dat je hem afsluit en dan je waarde aanpast als je hem echt, echt voor je game aangepast hebt. Dus ik zet hem inderdaad op 10. Even een keer checken of dat goed gegaan is. In scherm, linksom, rechtsom, nou. dat gaat goed. Um, nu wil ik hem dan nog naar voren en naar achter kunnen kantelen. Dus wat ik doe, is ik ga naar mijn script toe. Ik heb hem hier nog uh, open staan. En wat ik nu ga doen is, ik, uh, ik wil dat ik wel zeg maar links en rechts tegelijkertijd aan kan passen. Dus ik, of dat ik uh, al twee kanten op tegelijk kan draaien. Dus ik kopieer dit. Ik geef een enter en ik plak het weer. En het enige wat ik nu moet doen hierin, even een heel klein stukje ruimte dus doen. Dus ik moet aangeven dat hij nu naar de up key moet kijken, dus de up arrow. En hier moet hij kijken naar de down arrow. Dus dat is goed. En waar ik net deze waarde, die knip ik hier weg. Die plak ik nu in het eerste veld en dan moet ik zorgen dat er aan het eind nog een nulletje staat, en dan doe ik eigenlijk hier beneden ook. Nou, en het enige wat we even moeten controleren, zo meteen, is of ik nu de goede kant op draai. Dat zijn dingen die ik ook niet altijd weet en niet kan onthouden op een of andere manier. Dus ik heb hem hier nu zo staan, opgeslagen wel. En ik heb nu al voor gezorgd dat ik hem als het goed is ook over de andere as kan draaien. Terug naar de game. Nou, play. Gaan we checken. Rechts gaat, links gaat, naar achter gaat en naar voren gaat. Dus we kunnen de tafel al draaien. Dat gaat super goed. Maar ja, super saai als er geen balletje bij zit natuurlijk. Dus we gaan hem gaan stoppen. En we gaan nu eigenlijk de bal maken. En de bal, dit is uh, uh, in dit geval een sfeer. Dus ik doe Create Object, Create een sfeer. En dan hebben we hem eigenlijk al. Ik zet hem even. Ik doe daar niet, niet, niet gek veel aan. Kunnen we misschien nog mooie kleuren geven. Maar voor nu vind ik het ook wel lekker dat hij wit is. Dan valt hij goed op. Um, maar goed, ik heb die bal gemaakt. maar Als ik hem nu start, gebeurt er niks. Want ik heb hem hier staan. En hij blijft gewoon zweven in de lucht. En om hem uh, mee te laten doen met het. Uh, met het uh, zwaartekrachtsysteem zeg maar, zal ik hem nog een extra object moeten geven. Dus die sfeer hier, dit even klein, die ga ik een component geven. En in dit geval is dat een rigid body. Hij staat nog zelfs aan. Een rigid body, als ik die aanklik, zet ik die erbij. Dan zie je die heeft een massa en die heeft een drag en een, een angular drag. Dat zijn de twee waarde waarmee de weerstand, uh, zeg maar uh, de luchtweerstand, uh, beïnvloed kan worden. Je kan op opgeven of die überhaupt meedoen met het, uh, met het gravity systeem. En we hebben hier nog een uh, is, is kin kinematic, dat is zometeen iets wat uh, super interessant is om even naar te kijken, ik heb daar even mee zitten worstelen toen ik het aan het voorbereiden was. Dan gaan we zo naar kijken, maar wat gebeurt er nu als ik hem op ik? Boom, bal valt naar beneden. Dat is precies wat we wilden. Alleen het interessante is, als ik nu ga bewegen met de tafel, dan zou je zeggen: Hé, hey, net viel die bal naar beneden. Waarom doet dat ding niks met mijn tafel? Nou, ik heb er heel eerlijk gezegd best even mee zitten prutsen. Maar een van de dingen is dat als je uh, zeg maar wil dat uh, een object wel meedoet met het uh, met het, met het zwaartekrachtsysteem en met andere objecten dus ook zeg maar, rekening houdt. Maar niet wil dat het gaat vallen. Dan moet je hem als volgt instellen. Dan moet je hem isKinetic maken. Nou, dat willen we met deze tafel doen. Want als we in principe hier willen we dus ook een rigid body aan toevoegen. Dus ik voeg een rigid body aan toe. Maar op het moment dat ik dus nu play doe, dan valt die hele tafel naar beneden. Dus dat is niet wat we willen. Kunnen we wel even checken. Dus als ik nu gewoon play doe, dan... Dagtafel, alles valt tegelijkertijd. Nou, dat is niet helemaal uh, wat we voor ogen hadden natuurlijk. Dus die tafel willen we eigenlijk zeggen, nou je moet wel meedoen met het hele systeem. Want anders kunnen we dat balletje niet beïnvloeden. Maar je hoeft niet, uh, niet te vallen. Dus US gravity zet ik uit. Nou, dan zal je al zien, dan valt hij al niet. En dan zeg ik nog is kinetic. Kinematic, sorry. Als ik dat zeg, dan kan ik ze nu met de transform wat wel doen met die script. Dan kan we die tafel verdraaien en vervolgens uh, zal die bal dan uh, meegaan. En dit is, kijk daar gaat dit is wel echt een dingetje wat best wel, ja, ik werk toch gewoon best wel lang met Unity, maar ik zat er mee te klooien om dat even voor elkaar te krijgen. Waar zit dat nou in? als je het eenmaal weet, dan is het natuurlijk super handig. En daar gaat-ie. Nou. Je zag bij die andere game had ik, een, uh, uh, ja, had ik de blokken er zelf omheen gemaakt. Om gewoon iets meer idee te geven hoe dat uh, werkt. Of hoe die tafel zich zeg maar beweegt ten opzichte van de rest van de wereld. Dat is een mooie challenge die je zelf ook kan doen. Als je nu op pauze zet en dan even die blokken erbij gaat zetten. Zoals ik ook eigenlijk de rest heb gebouwd. En uh, anders dan... Uh, gaan we zo weer verder. Oké, ik stop hem. We gaan de buitenste ring van de tafel nog maken. Daarvoor even van bovenaf kijken weer. Perspectief uit. Ik pak dit, zij, dit zijblok op, want ik wil die gebruiken om uh, zeg maar de tafel te maken. Dus die sleep ik, of die, die dupliceer ik. Eerst dupliceer ik hem. Dan zit hij dus nog in die andere tafel. Nu zal die meebewegen, dat wil ik niet. Dus ik sleep hem nu uit. Nu is die eruit. En die kan ik vervolgens opzij trekken. En ik wil dit materiaal liever niet. Dus ik wil die, die materiaal wat hier op zit niet. Dus die... Kijken of ik nog... Uh o, het materiaal er ook nog makkelijk af kan krijgen. No, niet 1, 2, 3. Dus wat ik doe is, ik, zo, ik maak even gewoon een uh, nieuw materiaal voor de borden. Dat is op zich ook wel mooi. ik ga naar materials create material. En in dit geval maak ik hem witachtig. En ik selecteer hier ook dan wit. Dat is gewoon goed. Die sleep ik erop. Dus die is dan wit. Kunnen we kunnen er straks even een mooier kleurtje van maken. Of misschien net een donkere bruin. Dat is op zich gekocht. Mooi. Zwart. Zwartisch, grijsachtig. Oké. Okay. Nou, deze pakken we op. Ik maak hem even twee units langer. Dus ik maak hem 12. Denk ik. Dus met Ctrl slepen maak hem 12 en dan laat ik hem zo aansluiten. En dan zal je zien dat ik hem nu gewoon dupliceer, verplaats naar hier beneden nog een keer dupliceer. Dan ga ik hem roteren. Dan gebruik ik de E-toets om het te worden. Ctrl sleep ik hem zodat hij 90 graden is, verplaatsen met Ctrl in. Deze verplaatsen met Ctrl-in en hem nog een keer dupliceren. Dat doen we met uh, zo. Nou, nu zie je eigenlijk hier dat het, uh, die onderdelen niet helemaal in het midden staan. Ik kan ze allemaal tegelijkertijd oppakken en dan kan ik ze ook weer verplaatsen. Zoals je ziet, een beetje in het midden uitlijnen. Maar ook hiervan is het toch wel weer handig om ze samen in één object te doen. En daarvoor maak ik een, een leeg object aan. Dus die buitenste rand. Dan wil ik wel dat dat lege object in het midden staat. Als je dat niet doet, zit je echt gewoon een beetje te klooien. Dus ik reset hem hier. Dus het snelste om alle drie die waarden uh, goed te krijgen. En dan pak ik die elementen en die sleep ik op dat andere object. En nu heb ik ook dat tafelding gemaakt. Nou, gaan we starten is een beetje anders geworden, maar in principe is hetzelfde. En we hebben onze eerste game eigenlijk gemaakt. U, had En komt u maar gehaald. Nou, ik hoop dat jullie er wat aan hadden en dat je ideeën geeft. Misschien mogelijkheden om dit verder uit te breiden. En tot de volgende keer.